Mijn naam is Nadia Fadil en ik werk als hoofddocent aan de KU Leuven, waar ik rond thema's zoals religie, ras en andere werk. Ik ben Omar Ba, historicus en diversiteit en inclusion consultant. Ladies first? Be my guest. Oké. Bismillah. Pan-Afrikanisme is in essentie een zwarte beweging. Dat hangt af van welke periode. Mm-hmm. Ja, dus, maar eigenlijk sinds het begin van de 20e eeuw, en vooral in de jaren 20, was Pan-Afrikanisme al aan het internationaliseren. Mm-hmm. Dus toen Webb Dubois met de conferentie, de Pan-Afrikaanse conferentie in Londen, waar ook een sessie was, ook in Brussel, met Paul Panda Farnana. Ah ja, was er ook een sessie in Brussel? Dat wist ik niet. Ja, er was een sessie in Brussel, dus die hebben enig georganiseerd in Londen. Eigenlijk de bedoeling was in Londen te organiseren. Ja. En Paul Panda, die eigenlijk hier met de Unie van de Congolezen, de Congolese Unie. Paul Panda was een Congolees die geadopteerd werd door een kunstenares. En hij had de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. En hij met Albert Kujapi, maar nog iemand anders, de naam ontsnapt mij, hadden een vereniging opgericht. En een vereniging die met als bedoeling om de problematiek van de kolonialisme aan te kaarten en de mishandelingen die daar gebeurden. En hij nam contact op met Webb Dubois. Mm-hmm. Webb Dubois die al een conferentie had georganiseerd in Parijs in 1919, mm-hmm, met Blaise Diagne enzovoort. Mm-hmm. En hij wilde deelnemen aan die conferentie en hij wilde ook betrokken zijn. En hij wilde zeker een conferentie organiseren hier. Merkwaardig is dat hij gesteund werd door twee socialistische politici, en zeker Louis Frank, mm-hmm, die denk ik minister was van de kolonies zelf, mm-hmm, die hem eigenlijk de toegelaten heeft om in een zaal in Brussel te interviewen, die sessie te organiseren. En in Londen bijvoorbeeld, in diezelfde, tijdens die congres, waren er landen zoals Vietnam, Marokko heeft, mm-hmm, deelgenomen, dus een representatie van de koning heeft deelgenomen aan die conferentie, ook met het oog dan om te zien hoe kunnen wij solidair zijn in onze strijd tegen het imperialisme. Mm-hmm. Dus Vietnam was niet per se Pan-Afrikanisme, maar een van de hoofdthema's was: we hebben een probleem met imperialisme, mm-hmm, en hoe moeten we eigenlijk ervoor zorgen dat wij als verschillende volkeren die gekoloniseerd, mm-hmm, zijn, hoe kunnen wij rechtstaan? Mm-hmm. Bon, dat is de eerste aspect, dus die internationale karakter. Daarna in 1958 of 57, en na de onafhankelijkheid van Ghana, mm-hmm, met Kwame Nkrumah, Kwame Nkrumah heeft heel snel eigenlijk Gamal Abdel Nasser betrokken, mm-hmm, en ook anderen. En er waren twee groepen in de Pan-Afrikanistie, met een Pan-Afrikanistische tendens. Dus je had de Monrovia-groep en de Casablanca-groep. Mm-hmm. Met Ben Barka en Voilà. Ja. En de Casablanca-groep was radicaler. Mm-hmm. Die zeiden, kijk, wij kunnen ons niet veroorloven om met kleine staten op te boksen tegen die grote landen. Mm-hmm. Dus we moeten een federale staat zijn, mm-hmm, dus een Afrikaanse federale staat. Mm-hmm. En de Monrovia-groep, die meer Leopold Sédar Senghor, Oufoué Boigny, dat waren zo, en Julius Nyerere. Julius Nyerere was niet een zachte, maar die had heel veel aanzien voor Senghor en Oufoué. En die waren met de meerderheid. En dus zij hebben eigenlijk gekozen voor de regionalisering. En de regionalisering was eigenlijk de kleine de nazistaten. Ja. Dus, maar hierbij om te zeggen dat het Pan-Afrikanisme niet alleen een zwarte beweging was, mm-hmm, in die periode later, maar ook een Afrikaanse beweging was. Mm. En dan heb je, maar je hebt een verschil tussen... Inclusief Noord-Afrikaans. Inclusief Noord-Afrikaans, inderdaad. Vooral in die laatste periode. Dus vanaf 1921 waren ze uitgenodigd. In 1958, met Nkrumah, was dat meer continentaal. Mm-hmm. Dus een politiek Pan-Afrikanisme. Maar in het begin, omdat het Pan-Afrikanisme is een beweging die komt van de diaspora's, mm-hmm, vooral. Dus de eerste initiatief kwam van iemand van Trinidad, Henry Sylvester Williams, een advocaat. En daarna Webb Dubois.
Dat was eigenlijk met het perspectief, oké, wij als tot slaafgemaakte mensen, diaspora's, die terug verbindenis naar houden, het moederland, naar het moederland, in verbindenis met de Afrikaanse naties, om samen een grote blok te vormen tegenover het racisme, tegenover van alles. Want de grote andere natuurlijk rond diezelfde periode is de drie continentale, hè? Ja. En de verhouding tussen Pan-Afrikanisme en de drie continentale was eigenlijk heel organisch ook, hè? Het gaat dan figuren zoals Mehdi Ben Barka, die heel actief was. Inderdaad. Als secretaris ook van de drie continentale, maar die ook heel erg een Pan-Afrikanist was. Inderdaad, zijn oriëntatie. En als je ziet ook de ondersteuning van Alger voor alle verzetbewegingen, die een grote rol speelde ook in die zin. Vooral Algerië. Algerië was heel proactief in die zin. Dus je hebt die Pan-Afrikanisme die nog altijd levendig is. En ook de conferentie van Bandung met les Grands Alignés. Dus er waren verschillende verbindingen altijd, met dezelfde bedoeling. En ik denk zelf dat daarna Gamal Abdel Nasser met zijn Pan-Arabische beweging, hè, die hij daarna ook ondersteunde, was ook in hetzelfde perspectief om eigenlijk te zien hoe kun je verschillende entiteiten in de wereld samenbundelen om tegen één vijand of tegenblok te kunnen strijden. Ja. Strijden ideologisch, maar ook om je te ontvoogden van die invloed. Mm-hmm. Maar dit is toch een geschiedenis die we niet zo goed kennen. Hè? En ook vooral die verschillende lijnen die je daar schetst. Ik vind dat wel heel interessant of belangrijk. Dat je enerzijds een lijn hebt dat gaat over het zwart zijn. Hè? De zwarte identiteit, die diasporische. Waarbij het gaat om terug te keren naar het moederland. En de roots waarvan je weggeknipt bent ook. En de diaspora notie eigenlijk ontwikkeld is, hè, door mensen zoals W.E.B. Du Bois en de Garvey en heel die generatie. Ja, dat is waar. En dan heb je anderzijds meer een anti-imperialistische, anti-koloniale strijd, hè, waar het eigenlijk echt gaat om krachten bundelen in het Afrikaans continent. Om eigenlijk, en ook die natiestaten die grenzen eigenlijk ook in vraag stellen. Hè. Dat was de bedoeling van die Casablanca-groep, omdat die grenzen, waar dat zijn coloniale grenzen natuurlijk. Hè. En vandaag de dag zien wij ook dat die grenzen problematisch zijn. Ja. Al die conflicten op het continent zijn resultaat soms van die grenzen. En bevolkingen die ineens vreemden worden voor elkaar. Dus en nu als men spreekt over groeperingen die reizen van de ene land naar het andere land, of bevolkingen die, een anekdote bijvoorbeeld, in Burkina Faso is er een bevolking die grenst met Ghana, Bolgatenga, Po. En traditioneel begraven ze altijd hun doden in de Ghanese gedeelte. En ene keer was er een soort van diplomatische rel tussen de twee landen en de grenzen waren gesloten. Mm-hmm. Op een bepaald moment, langs twee kanten, was er een opstand. Mm-hmm. En de twee landen hebben hun rel moeten opzij zetten, omdat ze beseften eigenlijk, dit kunnen we niet in stand houden. Mm-hmm. Dus we kunnen niet aan die mensen verbieden om hun rituelen te doen. Mm-hmm. Dus en die grenzen zijn artificieel. En je hebt er duizenden voorbeelden van in die zin. Maar bon, om terug te komen bij die stelling, is eigenlijk dat zoals gezegd, in eerste fase was Pan-Afrikanisme zwart, weet je, en ook zeer cultureel identitair, en in de positieve zin van het woord. Hè? Dus dat wil zeggen het bouwen van een gemeenschappelijke identiteit. Dus een identiteit van Afrikaans, weet je, en vanuit die perspectief van de diaspora's. Mm-hmm. En die solidariteitskanalen zochten. En daarna is dat geëvolueerd naar een meer structurele benadering van het problematiek, een globale, dus een global Pan-Afrikanisme. Ja. En daarna meer structureel, hoe strijd je structureel tegen het imperialisme. Ja. Dus dat is eigenlijk de zaak. Ja. Voilà. Solidariteit betekent voor mij samen risico's nemen. En samen risico's nemen, dat betekent ook voor elkaar in de bres kunnen springen, omdat je weet dat je lot aan elkaar verbonden is. Je kunt niet op je eentje een bom omhelzen. Je moet elkaar handen vasthouden om een baobab te omhelzen. Dus ik denk dat samenwerken, samen strijden, samen nadenken, het collectivisme tegenover het individualisme. Oké, ik zal een...
Sub-Saharaanse Afrikaanse mensen worden makkelijker aanvaard in België dan Maghrebijnse mensen? Interessant. Ik denk dat het heel erg afhangt van hoe dat je het benadert en vanuit welk kruispunt je het bekijkt. Ik denk sowieso, het racisme ten aanzien van Sub-Sahariaanse en Maghrebijnse Noord-Afrikaanse mensen is heel scherp en heel duidelijk. Hè. We hebben het nu weer gezien met de coronacijfers van het oversterften, hè, waar mensen met Sub-Sahariaanse roots oververtegenwoordigd zijn of discriminatie op de arbeidsmarkt en zo. Maar ik denk wat er interessant is in België, zijn twee zaken. Het eerste gegeven is natuurlijk die koloniale geschiedenis, die zich beperkt in België tot Centraal-Afrika. In tegenstelling tot Frankrijk, waar er een koloniale relatie is ook met Noord-Afrika. En het andere gegeven is dat de meeste Sub-Saharianen, misschien gaat dat veranderen naar de toekomst toe, maar voor nu toch christelijk zijn. Dus dat je ook een dimensie hebt, dus dat je de Congolezen, Rwandezen, Burundezen hebt, hè, een grote groep. Je hebt nu wel steeds meer West-Afrikanen, waar de realiteit complexer is dan in België. En het aspect dat je eigenlijk op religieus vlak een similariteit hebt, hè, en dat je niet de moslim andere bent, dat zorgt ook weer voor een ander verhaal. Hè. Dus ik vind dat een heel moeilijke. Ik kan daar niet zomaar op antwoorden. Als het gaat over islamofobie, dan denk ik inderdaad dat daar... En islamofobie is een van de belangrijke mechanismen vandaag, hè, die de samenleving definieert. Hè, en dat heel erg gaat definiëren wie de burger is, hè, die we kunnen vertrouwen, en wie de gemeenschappelijke vijand is. Hè. De moslims worden een beetje als de gemeenschappelijke vijand geconstrueerd, hè, the enemy of the state. Dan helpt het natuurlijk dat je geen moslim bent en dat je christen bent. En wat daar bovenop nog op speelt, is dat in de racialisering van de zwarten, hè, hoe dat de zwarte geconstrueerd is, historisch gezien, zelfs als die moslim is, dat die eerst als zwart wordt gezien. En dat de islam, hè, een beetje zoals de Fransen toen hebben gezegd in West-Afrika, hè, l'islam noir, dat is niet echt... Dat is niet echt, dat zijn geen echte moslims. Hè. Dat is meer een vernislaag. Ja. De West-Afrikanen zijn, ja, die doen wat islam, maar de echte moslims, dat zijn de Arabieren, dat zijn de Semieten, dat zijn echt de gevaarlijke mensen. Dat zijn echt de extremisten, de fundamentalisten, die zitten bij de... En dat zijn de vijanden eigenlijk. Hè. Dus ik denk dat het ook interessant is om na te denken over hoe het vijandsbeeld, als we het hebben over het vijandsbeeld, hè, dan in Europa, dan kunnen we zeggen dat de moslim de interne vijand is. Hè. In de Verenigde Staten is dat anders. Hè, want in de Verenigde Staten heb je echt het samenkomen van de racialisering van de zwarten als inferieur, als de dehumanisering, de animalisering ook van de zwarten. En de zwarte die ook een staatsvijand is. Hè. Dat hebben we heel erg gezien ook met de civil rights movement. Hè. De staatsrepressie die er was en nog altijd is. Hè, ten aanzien van de insurgency movement. Hè. Of het nu gaat over de Black Panthers, hè, de Nation of Islam, Malcolm X. Dat is echt wel een discours van staatsvijandschap dat gemobiliseerd wordt. Hè. Wat je ziet in West-Europa is dat de zwarte eigenlijk afwezig is van de nationale narratief. Hè. Dat is echt iemand die... Die niet bedreigend is, maar tegelijkertijd ook niet serieus genomen wordt. Hè. Dus je zit heel erg met een soort van racialisering waarbij de zwarte gezien wordt als folkloristisch, als entertainend, als interessant, maar daarom ook nooit serieus genomen wordt. En dat zorgt er wel voor dat je geen discours hebt van de gevaarlijke... Maar numeriek natuurlijk, in België spreken we ook niet over dezelfde ratio. Hè. Ik weet niet hoe het discours zou zijn indien we effectief, zoals een stad zoals Brussel, waar dat je ongeveer 20% hebt, hè, dat van islamitische, Noord-Afrikaanse achtergrond is. Als die nu 20% Sub-Saharianen waren, hè, en veel aanweziger waren, als je nu 600.000 Sub-Saharianen had, dan zou het discours misschien anders zijn. Hè. Dus ik kan daar ook niet direct uitspraken over doen. Maar ik, om op die vraag te antwoorden, hè, Sub-Sahara-Afrikaanse mensen worden makkelijker aanvaard dan België, in België dan Maghrebijnse mensen. Ik zou zeggen, nee, het eerste antwoord is nee.
Maar het antwoord zou zijn voor mij, de racialisering is anders, waardoor de effecten ook anders zijn. Ja, inderdaad. En doordat je bijvoorbeeld als zwarte niet serieus wordt genomen, dat is het goed dat de zwarte gerassialiseerd wordt, zorgt het er wel voor dat mensen zich minder bedreigd voelen. Mm-hmm. En dus gaat men denken van we kunnen bijvoorbeeld conferenties organiseren rond afrocentrisme, zonder dat iemand zich bedreigd voelt. Hè. Mm-hmm. Conferenties organiseren over islamocentrisme, dat zou veel moeilijker zijn. Want dat is de politieke islam. Hè. En iedereen is bang van de politieke islam. Ja, men is bang van de islamisering van de samenleving. Dus is een soort van, wat ik zelf in mijn werk, ontologische angst. Mm-hmm. De angst van die gaan het hier overnemen. Dat je heel sterk hebt bij moslims. Ik ga nu voor de makkelijkheid over moslims praten en niet over Noord-Afrikanen, want dat is nog een andere figuur. Mm-hmm. Er is een soort van angst die bestaat van de moslims, die niet uitgaat van de figuur van de zwarte. En in effect zal dat ervoor zorgen dat men soms, dat men zich minder bedreigd voelt en dus bereid is om veel meer zwarte ruimtes te creëren, bijvoorbeeld. Of ruimtes die gecentreerd zijn rond zwart zijn, die gaan minder bedreigend zijn dan ruimtes die gecentreerd zijn rond islamitisch zijn, bijvoorbeeld. Dat is een van de voorbeelden waarin je zou kunnen zeggen van het materieel effect is dat het zwart zijn daardoor beter kan bestaan en meer kan bestaan in de politieke ruimte dan het moslim zijn. Maar als het gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt, als het gaat over discriminatie op de huisvesting, dan denk ik dat je daar eigenlijk niet echt niet kan zeggen dat de een het beter doet dan de ander. Dat is waar. Maar ik denk ook dat wat België betreft, dat er is een soort van onzichtbaarheid van de zwarte. Dus onzichtbaarheid van de zwarte in instellingen. En ik denk van de zwarte mensen zijn zeer afwijzig in verschillende domeinen. Weet je? En wat ruimtes betreft, ik denk dat er meer ruimtes zijn gecreëerd dat heeft te maken ook met de demografie misschien en andere aspecten. Dat er meer ruimtes zijn gecreëerd rond het moslim zijn of rond Noord-Afrikanen dan bij bijvoorbeeld zelf Congolezen of zwart in het algemeen. Het is alleen zeer recent dat men de discussie, zoals je zegt, sommige conversaties ook serieus neemt. Zelf als er protesten zijn, de protesten zijn heel oud, sinds de jaren 80. Zijn er Congolezen hier die protesteren, die spraken over kolonisatie, die spraken over Lumumba, noem maar op. Maar die discussies zijn pas in de jaren 2000, zijn er ruimtes gecreëerd daarvoor. En zelf, ondanks het feit dat Sub-Saharaanse bevolkingen minder bedreigend worden ervaren door mainstream en door de establishment ook, heeft men niet alleen nam men ze niet hoe serieus, maar heeft men gewoon geen ruimte gecreëerd om zelf met hen in conversatie te gaan. Dus die zijn totaal afwijzig geweest. En het is door de internationale actualiteit, en vooral vanuit de US, door folklorische redenen, zoals de 50 jaar Congo, dat men bepaalde zaken naar voren brengt. Weet je? Dus, maar, om terug te keren bij wat afrocentrisme betekent. Ik heb altijd de indruk dat er, natuurlijk hier heb je altijd die visie van wat ik een containment policy noem. Containment policy, men ziet een gevaar of men ziet dat er een probleem is. En men gaat in functie van die gevaar eigenlijk bepaalde zaken aménageren. Weet je? Bijvoorbeeld men ziet, islam is een potentiële gevaar, dus we moeten die groep benaderen. We moeten structuren creëren voor die groep. Dus dat is de beleid geweest altijd hier, sinds een paar jaar. Hè. Dus men probeert altijd te containen. En bepaalde mensen te identificeren in die gemeenschappen die probleem zouden kunnen containen of helpen indekken. En ik denk dat dat meer gebeurt dan bij Noord-Afrikanen, dan bij Afrikanen. En nu, met de Black Lives Matter movement, die eigenlijk geen radicale beweging is, hè? Die een civil rights movement is. ondanks de noodkreten over woke of niet woke, en noem maar op,
heb je toch bepaalde diensten in België die bang zijn voor het opkomst van het afrocentrisme, mm-hmm. die in Frankrijk wel aanwezig is, die in Engeland wel aanwezig is. Omdat dan beseffen zij dat met de demografische groei, omdat bijvoorbeeld in Antwerpen de bevolkingsgroepen die het meeste groeien, je hebt de bevolkingsgroei die het grootste is, en je hebt degene die het meeste groeien, dat zijn bijvoorbeeld de West-Afrikanen, namelijk Ghanese bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is de groep die het meeste groeit. Hè. Mm-hmm. En in Vlaanderen heb je meer West-Afrikanen. Hè. Dus mm-hmm. Nigerianen, Ghanese, zelf mensen uit Cameroen enzovoort. Congolezen zijn er ook als groep. En men is bang dat de jeugd bijvoorbeeld gaat radicaliseren. En radicaliseren in termen van afrocentrisme, weet je? Mm-hmm. Die niks te maken heeft, die niet pan-Afrikanisme is, hè, maar afrocentrisme. En dan, pas op die moment, als men beseft dat dat een probleem zou kunnen zijn, dan gaat men eigenlijk aandacht geven. Dan gaat men ruimtes creëren. Mm-hmm. Weet je, dan gaat men ruimtes creëren om een probleem zogenaamd in te dekken. Mm-hmm. Weet je? En ik denk dus dat, zoals terecht wat je nu zegt, islam, dat is in België, zoals in veel Europese landen, maar zoals nu in Frankrijk, het debat rond islamo-gauchisme en noem maar op. De wetten tegen separatisme. De wetten die heel radicaal zijn. Mm-hmm. Dus enerzijds heb je een globale problematiek. Hè. Mm. Dus de problematiek van islam die losstaat van de bevolkingsgroep. Mm-hmm. En daarna de bevolkingsgroep die het meeste die islam uitdraagt. Weet je? Mm-hmm. En hier zijn dat Noord-Afrikanen met het meest, ondanks het feit dat Turken dat ook zijn en anderen dat ook zijn. Maar men viseert specifiek dan Noord-Afrikanen daarmee. En je merkt wel dat er een soort van trauma is, altijd, zoals je zegt. Een trauma van het zijn, die gaan het overnemen. Hm? Dus men denkt dat men de oorlog van Poitiers gaan herhalen. Hè? Dus de invasie van in Frankrijk. Dus men denkt dat er een culturele bedreiging is. Niet alleen dat de islam een culturele bedreiging is en een probleem vormt enzovoort. Terwijl dat men van zwarte Afrikanen, zoals je zegt, en dat is heel pertinent wat je nu zegt, is men neemt Afrikanen niet au sérieux. Men mm-hmm. heeft zwarte Afrikanen altijd geïnfantiliseerd. Mm-hmm. Eigenlijk geërfd uit de kolonisatie. Mm-hmm. Dus men heeft de zwarte mensen geïnfantiliseerd. Dus men stelt niet dat zwarte mensen in staat zijn om gevaarlijk te zijn. Weet je? Dus dit is puur racisme natuurlijk. Hè, mm-hmm. weet je? Dus en dat is eigenlijk de visie. Van de zaak. Dus ik denk, zoals je zegt, dat is nee. Op die antwoord ga ik ook nee antwoorden. Mm-hmm. Dat is niet zo. Ja, ik denk dat voor mij wel een van de moeilijkere discussies is van hoe dat je de verschillende materiële effecten mm-hmm. van hoe racisme werkt mm-hmm. en hoe lichamen gerassialiseerd mm-hmm. worden. Hè, en die hebben niet dezelfde effecten. Nee. Je kan zeggen dat sowieso iedereen gerassialiseerd is en racisme bij iedereen werkt. Maar omdat ze niet dezelfde effecten hebben, kan je ook mensen tegen elkaar uitspelen. Ja, ja. En kunnen groepen zeg maar, in competitie met elkaar treden. Ja, ja, ja. En dat is denk ik wel een van de moeilijkheden met zo'n stellingen. En ook een van de moeilijkheden in de discussie vandaag. Ja, ja. Ja. Inderdaad. Maar, ja. Je hebt een verschil tussen afro-gecentreerd zijn en afrocentrisme. Maar afrocentrisme zoals het zich nu ontplooit de laatste 50 jaar, heeft meer neigingen om soms te antwoorden aan superioriteit, aan suprematie, door zichzelf supremacist eigenlijk uit te drukken en op te stellen tegenover pan-Afrikanisme, die eigenlijk meer gestoeld is op krachten bundelen om een strijd, een gezamenlijke strijd te voeren tegen een ander machtsblok. Moet ik trekken? Ja. Okay. Zwart activisme is een gevaar voor de collectieve strijd tegen racisme in België en daarbuiten. Huh. Mm. Nee. Zwart activisme. Ik zou niet weten waarom zwart activisme een gevaar is voor de collectieve strijd tegen racisme in België. Ik denk alleen een beetje terugkomend op wat we daarnet zeiden. Hè. Mm. Ik denk het gevaar is, en dat is zo met de strijd tegen islamofobie, maar dat is ook zo met de strijd tegen afrofobie, wat nu afrofobie wordt genoemd, of wat het ook mogen zijn, is dat je echt vervalt in een vorm van identiteitspolitiek. Hè? Dat je eigenlijk niet ziet hoe dat je strijd verbonden is met een bredere strijd tegen racisme. Ik denk dat altijd een beetje de uitdaging is. En dat is ook zo met islamofobie. Ik zie heel veel
in die strijd gaat het vooral om moslims en moslim empowerment. Mm-hmm. Hè? En gaat het niet om een strijd tegen racisme. Inderdaad. Dus dat betekent ook dat je ook perfect racistisch kan zijn ten aanzien van andere groepen. Ja, en tegelijkertijd strijden tegen islamofobie of heel imperialistisch kan zijn in je aanpakken. Ik denk aan Turkije bijvoorbeeld, ja, ja. Dat een van de leading countries is in de strijd tegen islamofobie. Maar tegelijkertijd met een oorlog bezig is tegen haar religieuze minderheden, Koerden, en ook geen toonbeeld is van anti-imperialistische strijd. Mm-hmm. Dus ik denk dat eigen is aan elke mobilisatie, hè, dat je eigenlijk je eigen issue niet in een breder structuur of in een breder kader zit van waar strijd. Allee, wat mij interesseert in die strijd tegen islamofobie is altijd geweest, want voor mij is het heel erg conjunctureel. Mm-hmm. Het is niet omdat ik moslim ben of als moslim geboren ben. Natuurlijk heeft dat er ook mee te maken, hè, omdat je toch bepaalde sensibiliteiten hebt. En ook omdat je daarop aangesproken wordt. Mm-hmm. Ik ben al heel vaak beschuldigd van extremisme, van verdoken salafisme. Mm-hmm. Dus je merkt, je lichaam draagt er natuurlijk ook uit. Mm-hmm. Maar het is ook vooral omdat vandaag een van de mechanismen is waar rond een nationale consensus wordt gecreëerd. Hè. En vandaar dat het voor mij wel een heel urgent question is, maar in de algemene strijd tegen racisme, en ik denk dat een beetje is terug voortbouwend op wat je net zei, wat ik interessant vind in de laatste 20 jaar is dat er inderdaad een politisering is van de Sub-Sahariaanse gemeenschap, hè. Mm-hmm. Die eigenlijk behoorlijk recent is. Hè. Mm-hmm. Want als je kijkt de jaren 80 en 90 ging het vooral over de Turken en de Marokkanen. Mm-hmm. Hè. En de Sub-Saharanen waren eigenlijk afwezig. En heel die anticoloniale strijd en de link met Congo was eigenlijk totaal mm-hmm. onzichtbaar. Hè. Hoewel dat er natuurlijk wel mensen uit de voormalige kolonies aanwezig waren, maar die totaal onzichtbaar waren. Mm-hmm. En dus was het heel erg een strijd, een discussie over migratie en migranten en working class. En dus waren het de Turken en de Marokkanen, waren het gezicht van die strijd. Hè. Maar de laatste 20 jaar is er inderdaad meer complexiteit in gekomen. En ik vind dat juist heel goed. Ik denk eindelijk. Maar de manier waarop dat die complexiteit vorm krijgt, is inderdaad via die identiteitspolitiek. Van oké, we hebben islamofobie. Hè. We hebben de mensen die strijden rond afrofobie, we hebben mensen die rond Roma-kwesties strijden. Antisemitisme mag nog altijd meedoen. Nee. Hè, en is nog altijd een beetje de referentie om over racisme te denken in België. Bijvoorbeeld de articulatie tussen antisemitisme en islamofobie, dat is iets dat nauwelijks gebeurt. Hè, of de koloniale geschiedenis en de misdaden die er in de kolonies zijn gebeurd en de manier waarop de Joden aangepakt zijn geweest in Europa. Hè. Die articulaties die mensen zoals Césaire al maakten, hè, dat de Shoah en de Holocaust eigenlijk gewoon een voortzetting is van wat er in met de coulis of wat er in India of in Zuid-Afrika gebeurde. Namibië inderdaad. Dus dat eigenlijk een verlengstuk. Dus we zijn daar eigenlijk nooit echt in staat. Inderdaad. Als ik denk aan de antiracistische strijd in Europa, die is eigenlijk wel heel snel. Dan heb je antisemitisme dat eigenlijk een beetje de default is en dan. Nu hebben we een beetje de antiracisme-strijd, hè, die dan in de jaren 90 vooral inclusief was. En eigenlijk de migranten, de categorie van de migranten, vertegenwoordigde. En nu, de laatste 20 jaar, heb je meer een identitaire focus. Hè, islamofobie enerzijds, afrofobie anderzijds. Ja. En dat is, denk ik, een nodige ontwikkeling, maar tegelijkertijd een gevaarlijke ontwikkeling. Ja, maar ik denk, voor mij, men plakt heel snel de stempel van identitair, hè, strijd, op een strijd die heel specifiek is, weet je. En ik denk dat er de reden waarom bijvoorbeeld dat er een vorm van zwart activisme is omdat er heel lang is er geen aandacht geweest voor de specifieke problemen waarmee dat ze geconfronteerd werden. Weet je? En ik denk bijvoorbeeld op Europese niveau, zoals je nu zegt, op Europese niveau, vooral vanuit de Anglo-Saxische kant, is al die meer intersectioneel, zou ik zeggen. Dan, hè? Dus men maakt vergelijkingen, er is meer solidariteit enzovoort. En natuurlijk in continentaal Europa.
landen België, Frankrijk, en Italië zelf of Spanje zijn zeer conservatief op dat gebied. En zelf niet open tot een debat rond racisme. Bon, in België terugkomende is bijvoorbeeld het feit dat het is... in 2006 was de grote draai, dat was met de dood van Oulema Tou in Antwerpen. En toen, voor de eerste keer, hoorde men dan zwarte stemmen rond racisme. Mm-hmm. Weet je? Rond die specifieke vorm van racisme. Mm-hmm. En daar voortbouwende op dat. Hè? Dus zijn er dan verschillende bewegingen of verschillende strekkingen geweest. En dus, je hebt daar ook deel aan van uitgemaakt, ja, met het Afrikaans platform. Met het Afrikaans platform, ja. Voilà. En dat, maar, ja. Dan heb je ook Olivia die ook naar boven kwam. Ook met die koloniale perspectief en noem maar op. En dus de revendicaties rond de geheugen, de koloniale verleden en noem maar. En cinema bijvoorbeeld, dat je goed weet. Dus beeldvorming, ja, dat was de periode van Toast Cannibal en Stanley Rutte. En dus die wat men nu noemt zwart activisme, voor mij is dat niet per se, ik zal het niet per se zwart activisme noemen. Omdat ik heb nog een discussie over zwart zijn of Afrikaans zijn of diasporisch zijn, dus die identiteit. Dus wie definieert zich als zwart luider of wie definieert zich als Afrikaan? Maar ik denk dat dat een positieve zaak is, dat die vorm van activisme er is. Hè? Zoals het positief is dat Roma's ook hun problematiek aankaarten, die zeer specifiek is, weet je. Mm-hmm. En zoals er mensen zijn die ook die islamofobie aankaarten. Het zorgt ervoor dat men gedetailleerd een probleem kunnen aanpakken. Nu, de probleem ligt niet in de strijden als zodanig. Mm-hmm. De probleem ligt in wat je nu zegt. Over het feit dat iedereen, dat er bijna etnocentristische tendensen zijn. Mm. Dat wil zeggen dat er heel veel moslims zijn die alleen met racisme bezig zijn als het over moslims gaat. Mm-hmm. Weet je? En dat gebeurt heel veel. Hè? En ook de gevaar is ook als er zwarten zijn die alleen over racisme bezig zijn als het over zwarten zouden gaan. En anderen enzovoort enzovoort. Dus dat is meer voor mij het problematische van de hele affaire. Dat men eigenlijk zo in bubbels tegen racisme strijden, dat geen antiracistische strijd is, dat bijna een etnocentrisme, dat is eigenlijk zelfpreservatie noem ik dat wel. Mm-hmm. Dat is niet antiracistisch. Maar ik snap dat ook wel, als ik bijvoorbeeld terugkijk, hè, ik kan minder over het zwart activisme spreken, hè, of het activisme dat zich zo definieert, hè, omdat ik daar minder zeg maar, in circuleer, hè, maar als ik kijk bijvoorbeeld naar wat er bij moslims... Allee, je zei daarnet, men geeft ruimtes. Ik ben daar niet helemaal mee eens, met het feit dat men aan moslims als moslims ruimte heeft gegeven. Mm-hmm. Men heeft inderdaad ruimtes gecreëerd voor migranten. Mm-hmm. En daar waren dan heel veel Marokkanen en Turken. Maar als moslims zelf, hè, als je denkt, we hebben het dan over? We hebben moskeeën misschien, hè, maar zelfs daar is er de nodige screening en is er altijd een hele discussie. En is het, maar ja, dat is een grondwettelijk recht natuurlijk, om kerken en moskeeën te kunnen creëren. Maar islamitische organisaties die gefinancierd worden door de staat, dat is niet echt... Als moslim, daar is men nog altijd heel, heel bang van en heel huiverig voor. Dus, ik ben het met jou eens, hè, dat Marokkanen en Turken heel veel plaats, vooral Marokkanen, plaats hebben genomen in het debat, hè, omdat ze numeriek aanwezig zijn. En ook omdat binnen die lens migranten dat de grootste groep was. Maar ik ben het er minder mee eens dat men nu ziet men eigenlijk in de strijd tegen radicalisering, zie je eigenlijk dat er geld wordt gegeven aan islamitische organisaties, maar dat is om te deradicaliseren. Containment. Inderdaad. Dus dat is de enige belangrijkste functie. Hè. Je moet de jongeren in toom houden. Mm-hmm. Maar het is altijd een soort van haat-liefde-verhouding, een wantrouwen-verhouding. De persoon die vandaag geld krijgt, zal morgen de radicaal zijn van wie we onze handen gaan moeten afhouden. Dus het is een heel ambivalente verhouding. Maar ik vind het helemaal oké. Okay, ik vind het helemaal oké. Okay. Ik geloof echt wel in het gegeven dat je eigen ruimtes moet hebben. Want dat is de enige manier om tot een collectieve diagnose te komen. En ook als de collectieve, denk bijvoorbeeld aan Frankrijk, als er een gedeelde staatsideologie is, dat heel erg inzet op de islamisten, de politieke islam. De islamist is de staatsvijand en we gaan daar wetten voor uitvaardigen, we gaan daar politie voor uitzetten, we gaan NGO's sluiten, we gaan collectieven verbieden, we gaan mensen arresteren.
ja, dan krijgt dat veel plaats. Hè. Dan kan je eigenlijk niet anders dan je energie daarop focussen. Maar inderdaad, ik ben het ermee eens dat het nog altijd heel belangrijk is om zelfs onder die omstandigheden nog altijd heel belangrijk is te begrijpen dat dit niet gebeurt gewoon omdat je moslim bent, maar dat dit eigenlijk een manier is waarop een overheid of een staat populaties controleert en reguleert. Inderdaad. Dat is altijd weer die containment. Inderdaad. Dus, dat is denk ik wel inderdaad waar je heel snel in kan terugvallen. Maar dat is heel moeilijk, hè? Want als je leven op het spel staat en er is een concerted deliberatie dat jij als bevolking de vijand bent, een beetje zoals met de Joden is gebeurd. Antisemitisme heeft wel gezorgd tot het eradiceren van 2/3 van de Europese Joden. Hè. Israël is het resultaat. Hè. Israël dat ook een kolonie is en dat ook Palestijnen heeft weggejaagd eigenlijk uit die territoria. Ondertussen mogen we het zeggen, hè, want Human Rights Watch zegt het, is het een apartheidsregime in stand houdt. Dat is niet waar we naartoe willen, hè? Nee, inderdaad niet. Maar ik denk dat het belangrijk is gewoon om te... Dat er UNO, dat is niet... dus die stelling... Ik vind dat positief, dat er zwart activisme is. En inderdaad, het is... de oplossing zou moeten zijn ooit dat er wel eigen ruimte zijn, maar toch een collectieve ruimte om een gezamenlijke strijd te voeren. Ja, de zwarte strijd is iets waarin ik zelf gesocialiseerd ben. Ik bedoel daarmee, ik heb mijn politieke woordenschat, maar ook zelfs mijn cultureel imaginaire te danken aan de strijd die Afro-Amerikanen bijvoorbeeld in de Verenigde Staten hebben gevoerd. Of het nu gaat om R&B, hip-hop, maar ook de figuur van Malcolm X, waar ik mij als 14, 15-jarige mee identificeerde. Dus het is eigenlijk een beetje de wereld waarin ik zelf woorden heb gevonden om mijn eigen conditie als tweede generatie Marokkaanse, komende van een arbeidersklasse die met racisme en discriminatie geconfronteerd wordt, om dat eigenlijk een plaats te geven. Oké. Maghrebijnse culturen zijn overwegend anti-zwart. Maghrebijnse culturen zijn racistisch, ja. Mm-hmm. Dat is een open deur intrappen. Nee. Ze zijn racistisch in de zin dat ze de witte mensen glorificeren, hè, glorifyen, en zichzelf minoriseren en daarbij ook zwarte mensen gaan. Dus ja, er is heel veel racisme in Marokko, Algerije, Tunesië, dat is op zich geen nieuws, hè, en anti-zwart racisme in het bijzonder. Hè. Ja. Gewoon het feit dat Maghrebijnen zich niet als Afrikaans land beschouwen. Hè. Ja. Dat is geen Afrika, dat is... Dat is heel ver. Inderdaad, dus ja, absoluut. Dat is, maar Maghrebijnen zijn ook racistisch tegenover zichzelf. Hè. Dus je hebt ook die inferiorisering, de valorisering van wie witter is. Zowel in fenotypen, als je blond bent, dan is dat fantastisch. Nee. En als je een donkere huidskleur hebt als Marokkaan, dan is dat lelijk, hè. Nee. Dan is dat erg. Nee. En de adoratie van de witte Europeaan, hè. Dus het feit dat je die toch als superieur ziet. Nee. Dus absoluut. Maar dat is, ja, ik vrees dat, dat wij nog altijd onze culturen... Nee. Racistisch zijn in de zin dat de racialisering heel erg deel uitmaakt van hoe moderniteit de culturen wereldwijd heeft getransformeerd en heeft veranderd. Maar wat natuurlijk heel dubbel is in deze stelling, denk ik ook, is... ik zie bijvoorbeeld in dezezelfde beweging, dat is iets wat ik ook zie, is dat men ook dan weer, Marokko bijvoorbeeld, is een land waar zwart zijn deel uitmaakt van het land. Hè. Maar je hebt zwarte Marokkanen, je hebt blonde Marokkanen. En wat ik nu wel zie zo de laatste jaren, wij hebben zwarte mensen in onze familie, hè. Ik heb een deel van mijn familie dat ook zwart is. Hè. En dat is niet recent, dat is al oud. Hè. En dat die plots niet meer Marokkaan zijn. Mm-hmm. Of dat men een soort van tweedeling terechtkomt, hè, waarbij
het zwart activisme een soort van alternatief activisme wordt. En dan heb je de witte Marokkanen die een soort van alternatieve plaats krijgen. Mm-hmm. En dat is denk ik ja, een nieuwe ontwikkeling die ik zo de laatste jaren heb gezien, waar ik zelf zo precies wel van staat te kijken en zelf nog niet goed weet hoe dat ik mij daartoe moet verhouden. Dat ik zo precies plots zelf een witte Marokkaan of zo zou zijn geworden. Mm-hmm. En dat is denk ik wel interessant. Ja, maar ik vind dat inderdaad. Dus die stelling, ja, ik ben ermee eens dat er altijd een structureel probleem geweest op in de Maghreb-landen wat betreft zwarte mensen. Qua. Dus zijn de mensen komende van Sub-Sahara zoals zwarte mensen die in de Maghreb zelf wonen. Want als je zegt Maghrebijnen zijn ook zwart. Hè? Ja. Dus dat is niet aan een vaak de fout die men maakt, is altijd om te denken dat Maghrebijnen alleen maar wit zouden zijn. Hè? Ja. Dus je hebt de zwarte Maghrebijnen. Hè? En, in alle zuidelijke gedeeltes van de Maghreb. Van waar wij komen, voilà, mijn familie komt. Voilà, dus heb je zwarte mensen. En vaak zijn ze gemengd met Mauritanië of Mali of Senegal of, Niger of noem maar op. Dus vaak denkt men niet, vaak maakt men ook die sharing dat Sub-Sahara zwart is. Aan Maghreb niet. Hè. En dat is ook een fout die men vaak maakt. Dus in de Maghreb zou ik zeggen, dat de Maghrebijnen soms een probleem hebben met hun multiple identiteiten. Exactly. En het zijn verschillende bevolkingen. Dus ik zou, ik includeer ook zwarte in Maghreb. Maghreb is ook zwart, is niet zwart. Weet je? Dus dat is ook iets dat veel mensen niet weten. En de ding is eigenlijk. Als men de historische, bijvoorbeeld als je de kaarten van Marokko van 500 jaar geleden gaat nemen, en Marokko van vandaag, dat komt niet overeen, weet je. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld ooit heeft Tombouctou of zelf de Ghana-rijk kwam tot aan het gedeelte van Marokko vandaag. Hè? En omgekeerd ook, ooit was de Tombouctou onder de invloedssfeer van Marokko. Dus die volkeren beweegden ook in die zin. En dan heb je ook de Almorabitoen. Dus dan ga je zeggen, die familie die komen van Senegal tot in Andalusië. Mm-hmm. Er zijn bijvoorbeeld. En dan heb je die ambivalente relatie bijvoorbeeld tussen bepaalde Maghreb-landen en bepaalde Sub-Saharaanse landen. Mm-hmm. Die soms geprivilegeerde relaties zijn die maakt dat, met u is dat geen probleem, maar met anderen wel. Bijvoorbeeld, ik zou de geval van Senegal noemen. Bijvoorbeeld. Ja, dat is een nauwe relatie. Een nauwe relatie van 700 jaar. Dus, ook via de religieuze broederschap. Inderdaad, en ook mensen trouwen met elkaar, en noem maar op. Dus maar die perceptie naar die groep is anders. Maar tegelijkertijd heeft men dan een probleem met Centraal-Afrikanen of met anderen. Dus racisme is inderdaad een zwaar probleem. En, maar wat ik wel zie de laatste tijden, en, met MPAD hebben wij die discussie ooit gevoerd. En hebben wij een paar parlementariërs uit Tunesië, waar die discussie... In Tunesië bijvoorbeeld is racisme nu een misdrijf, officieel, dus constitutioneel. Marokko heeft 10 jaar geleden een debat gevoerd daar rond, in die kwestie. Ik denk, er is een debat gevoerd, collectief. Als die debat collectief gedragen is geweest, weet ik niet, maar er is een initiatief geweest, hè, zelf van het regime, om die kwestie bespreekbaar te maken. Omdat zoals je zegt, het heeft iets van zelfhaat aan de haat van de ander, omdat de koning, de vader van de koning, zijn moeder is zwart. Zijn moeder is totaal zwart. Dus dan heb je eigenlijk dat is de complexiteit van de racisme soms in het Maghreb. Het is zelfhaat en de haat van de ander. Inderdaad. En dus dat is eigenlijk zelfhaat. Dat is zo wat ik noem een soort van alienatie ergens. En dan heb je ook bijvoorbeeld, als men nu zegt, dat is ook een gebrek ook aan kennis van de geschiedenis van de verschillende volkeren. Als je nu zegt Amazigh bijvoorbeeld, dan denken veel mensen Amazigh is fenotype wit. Terwijl het Amazigh soms heel zwart zijn. En de Amazigh-taal die men nu gebruikt overal,
moet je in Niger gaan om die te vinden. De Algerijnen, de Kabylen hebben die moeten gaan zoeken terug, ja, in Niger. Dus, maar dat is voor mij denk ik echt een van de belangrijke, en ik reken mezelf daartoe, hè. Onze generatie is daar helemaal niet in geëducated. En ik denk dat dat een van de effecten, een van de meest perverse effecten is van heel die kolonisatie, dat we eigenlijk die geschiedenis bijna niet kennen meer. Hè. Er is inderdaad de constructie van de zwarte Marokkaan, de witte Marokkaan, en alsof dat verschillende... Terwijl, ja, als je gewoon naar Zuid-Marokko gaat, hè, van waar mijn familie komt, dan zie je gewoon, dat is discussie. Het is niet dat die discussie niet relevant is, want er is racisme. Natuurlijk. En er is inderdaad een onderscheid die gecreëerd wordt tussen de mensen die fenotypisch lichter zijn en de mensen die zwarter zijn. En dat gaat dan over, ja, je gaat toch niet met een die trouwen, die is lelijk. Dat zit op dat niveau, hè, dus dat zit echt op dat niveau. Maar tegelijkertijd gaat er echt heel die geschiedenis van hoe Marokko Afrikaans is. Hè? De Afrikaanse geschiedenis en de Afrikaanse dimensie van Marokko, de MSR-dimensie van Marokko, die complexiteit, die zijn we helemaal vergeten. En dat is iets van de laatste 100 jaar, de laatste 50, 100 jaren. De Arabisering van Marokko heeft ook meegezorgd tot de verwitting eigenlijk ervan, hè? Want de Arabier was niet de zwarte. Hè? Dus er is ook wel iets dat daar gebeurd is, denk ik. En dat maakt het ook een heel interessante conversatie. En die ook nu gevoerd wordt, omdat sinds recent bijvoorbeeld, Marokko bijvoorbeeld, gaat zich aansluiten bij de ECOWAS. En ECOWAS is eigenlijk dus je hebt de economische regio's in Afrika. ECOWAS, CEMAC, SADC, noem maar op. En Marokko gaat dus, het is al een feit, maar nu moet dat geformaliseerd worden. Dus Marokko gaat binnenkort niet Maghreb zijn, maar West-Afrika. Hm? Dus vroeger had je altijd die Maghreb-constructie, dus waar Mauritania ook bij hoorde. En met als epicentrum, cultureel epicentrum, met het Midden-Oosten. Hm? Dus Maghreb was meer die focus. Hè? En nu heb je een andere beweging nu op het Afrikaanse continent. En dat was niet alleen van Marokko, maar van Tunesië, van Algerië. Het besef, er moet inwaarts, dat wil zeggen terug die pan-Afrikanisme dan. Hè? Dus in de jaren 50 had je leiders die daar bewuster van waren, daarna is dat verloren gegaan. Ze zijn allemaal vermoord. Hè? Ja, inderdaad, ze zijn allemaal verloren. Met die Ben Barka, een van de belangrijkste figuren. Ja, enzovoort. En dus, die wij niet kennen, hè? Die onze jongeren niet kennen. Niet kennen en die eigenlijk heel veel gedaan heeft. Maar die heel inwaarts kijkt naar het continent. Absoluut. En die niet eigenlijk het Midden-Oosten als epicentrum hadden, politiek epicentrum of cultureel epicentrum. En daarna zijn er een paar decennia geweest waar. Eigenlijk was Maghreb bijna een insulaire gedeelte van het Midden-Oosten. Hè? Dus cultureel en iedereen kijkt naar die andere richting. En nu heb je een andere beweging. Dus en nu heb je zelf die beweging in die zin van dat er zelf cultureel diplomatie is tussen bepaalde landen. En met het besef dat er wel een probleem is, een probleem waar die bediscussieerd moet worden. En iemand zei, Cheikh Tidjane Gadio, die eigenlijk een bekende orator is van het pan-Afrikanisme, van het politieke pan-Afrikanisme, die zei, kijk, er was een conversatie in Tjaad, die zei, wij in Sub-Sahara-Afrika, wij moeten Maghreb terug ownen. In die zin van, wij moeten eigenlijk niet aanvaarden dat al die Maghreb-landen meer getrokken worden naar het Midden-Oosten, maar dat we die terugtrekken naar het continent. Dat, omdat dat een gedeelte is van Afrika. Historisch, cultureel, hè, is zo, weet je. En als men over elkaar geschiedenis moet gaan leren, als we terug met elkaar kennis moeten gaan maken, dan moeten we die effort gaan moeten doen, weet je. Dus ik denk dat die relatie is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En problemen moeten bekeken worden, moeten benoemd worden en moeten opgelost worden, weet je. En het continent moet terug zijn fundament vinden door eigenlijk meer met elkaar. En ik denk dat die conversatie ook hier in België gevoerd moet worden. Absoluut. Op een heel serieuze manier.